Yo, yo! En stud is de Graafs Utrecht. Twente en Utrecht. 7 Utrecht tegen 9. Maar ook. Ja. Ja, kijk eens, hem is dat. Ja, man. Zeker, zeker. Nakamura, Fuskice, Cantala Piedra. Beter bekend als Aitor. Nog geen Oriol Busquets in de basis dus. Utrecht in geheel wit tenue. Ja. Grote clubs spelen in wit. Real Madrid. Telstra. En nu ook Utrecht. Nee, Telstra is geen grote club, joh, gek. Fuck jou, man. Telstra is geen grote club, man. Ben je gek? Maf Kees. Oh ja, ja, nee. Oh ja, ja, nee. Mooi voor hem dat hij weer aan voetballen toekomt. En laten we hopen dat hij dat ook op een goede manier zal doen. Ja. Tu. En de kans hier voor Twente. Oh ja, ja, nee. Schenk. Naar Utrecht zitten daar met veel mensen goed op. Twente komt er niet uit. Maar Loert wel. Hier moet je dan naar tijd zijn. Paas blijft rustig. Luara opgejaagd. Die blijft niet tussen en het mag. Dus wordt dit de treffer, nee, en de bal, rebound voor Fuskic ook. Dat is een hensbal. Aitor, Aitor. En dan appel voor Hens, bij Jansen. Twente laat de mogelijkheid liggen. In de 19e minuut. Ja, terecht. Terecht. Veel stoor op de helft. Hoorde je die scheetkijkers, hoorde je die scheet, man, die was lekker. Nee, dat is een overtreding op mijn haar. Van blijf op afstand, blijf op afstand. Blijf daar, blijf daar. Blijf op afstand, blijf. Dat is 100% hensbal. Hier, fuck hem. Ja, dat is zeker een penalty voor Twente. Marinus Dijkhuizen. Ja, nu gaat hij een penalty geven. Kan niet anders. Maar waarom eerst nog zelf kijken? Schoot op paas, Aitor schoot op de paal. En nu een penalty, 3 pace van Aitor. Paas, paal, penalty. Wat wordt het nu? Ja! 3 scheeps. En de goal voor Twente. Dat zag er zelf ook. Was hem benauwd, hè? Paas, de goede hoek. Maar Aitor scoort. Aitor, canta la piedra. Leo, zo'n klauw, van klauw, hoppa, oh ja, ja, nee. Leo, Lion. Kerk, Ranselaar loopt door, maar Kerk besluit het zo te doen. Maar nog Joost van de opvanger, Guara, die zegt, die staat met aardig wat mensen. Pak clubicode. Je hebt clubicode en je hebt clubicode. Wat? Dat is geel. Dat is geel voor mij, ja. Ja, fuck die man. Oh ja, ja, nee. Oh ja, ja, nee.
Waarom zoeken naar liefde? Oh, zoeken naar dood. Waarom zoeken niet kiezen? Oh, met de mito. Oh my god. Wie is dat? Zorg van de zaak vind ik echt mooi. Kijk eens, ik wil dat shirtje hebben. Ik wil die shirt hebben. Ja, man. Zeker. Hier, klein. Ja, die hond is gewoon ook zo leuk. Ja, ik ging zonder mijn hond filmen, ja. Ik wou wat te eten geven, maar ja. En dit is toch de eenheid van Dalmo? Dat was een zeer pikant, omdat hij toen vorig seizoen nog bij Heracles speelde. Eén seizoen. Dat is kerk, hier is hij daar, Bas! Die toen in de Kuip scoorde toen. In datzelfde shirt. Nou, het is een zwart shirt, maar ja, het is dezelfde broek. Dezelfde sokken. Zwarte sokken heeft een zwarte broek. Maar ja. Hij heeft ook een zwarte broek. Nou ja, zwarte broek. Ja, hij heeft zwarte broek. Dus ja. Maar ja, ze gaat ook bij Heracles thuis. Daar ben ik zeker van overtuigd. Maar ook zonder begroting hoor, maar eerst deze wedstrijd. 1-1! Het is 1-1. Ja, 1-1. I do de Haag. Elke de Haag, VVV. Ja, dat was het nog eerder. Heracles. Ho! Hij blijft liggen. Ja, hoppa, 1-1. Oh, een goal. Kijk eens wat ik hier heb. Ja. Lekker op deze ochtend. Dit is 4 december vandaag. Het laatste dag van Sinterklaas. Ik heb deze Feyenoord douche dingen heb ik gehaald. Ja, man. Als ik je alleen maar raak. Ja, die is sterk. 2-1. Ja, 2-1. Goal, Twente. Oh, kijk, zo gestort. 2-1, kijkers. Maar ik werd weer gestort door die lafaard. Oh my god. Excelsior. En dan deze. Bam, hoppa. Het is geen familie. Zeker niet. Oh ja, nee. Ze hebben gewoon die Spanjaard als trainer. Wat een Spanjaard. Die Garcia. Ja, lekker voor die Jaap Stand is opgestapt, lekker voor hem. Ik had liever dik advocaat gewild. Kijk, wat er nou daadwerkelijk gebeurt, ja mensen. Dat is natuurlijk ook een... Dat is rood!
spitsen. Bevermouw. Dat is niet makkelijk. De man die lang onderweg is. Zoveel tijd heeft. Kijk eens, het is nou een keer afgelopen hoor, dat hij Laffert me stoort. Twente krijgt de gelegenheid om op 3-1 te komen. Weet je wat, ik ga Christian een keer storen bij zijn video's. Dat zal hij geleerd hebben. Hier had hand voor Guara. Aitor was daar tussendoor geglipt. En dan lijkt alles voorbij voor Utrecht. Maar deze penalty wordt nog bekeken. Ja. Het is een penalty. Een rood. Wat gaat hij doen? Rood. Lekker voor hem. Kaart in trekken. Rood van maken. Is dat dan het moment waarop nog gekeken moet worden? Niet dat de penalty geen penalty was, maar Guara, het is ook nog een doorgebroken speler. Lijk uit toch trainer, kijk eens. Oh ja, ja, nee! Oh, is hij verdrietig? Wat staat is natuurlijk wel de penalty. Goal! Ja, goal! Ik hoop dat Van der Brom moet gewoon lekker terug gaan naar Vitesse. Lekker in de winst op terug gaan naar Vitesse. Lekker je ontslag, die hoort gewoon geen nieuwe club te krijgen. Daarom heb je je vertrek bij AZ aangekondigd. Om daar naartoe te gaan. Kankermogol. Ga terug naar Vitesse. Je ontslag indien bij Utrecht. Nu! Ga lekker opstappen bij Utrecht en naar Vitesse gaan. Je hoort bij Vitesse, je bent kind van de club. Je bent de clubicoon, je hoort bij Vitesse. Doei, klaar. Van de Brom hier, fuck jou. Je hoort bij Vitesse.